geld. Welkom in een nieuwe vlog. Vandaag motiveer ik jullie de voorkomende dagen om door te gaan. Ik heb geen vakantie, ik moet gewoon doorzetten. Ik heb helemaal geen vakantie. En ik heb net lekker gedoucht. Ik heb een leuke avond gehad. We hebben weer samen gekletst en we hebben een beetje gegeten met elkaar, pizza gegeten en alles was gezellig. Superleuk. Ik zal proberen in deze video niet om overal te krabben. Overal aan het zitten, dat doe ik niet meer. Ik heb mijn vader bezoek gehad vanmiddag, was super gezellig, super leuk. Ik heb fysisch schoongemaakt, vandaag was ook leuk om te doen en goed om te doen. De vlog die ik bij me maken vond is mislukt, helaas. Dus dit is een nieuwe vlog. Dit is toch 1718, denk ik. Zoiets. Geen idee, ik moet duidelijk kijken trouwens. Ik ga zo meteen over een kleine visie bij zijn mol kijken. En daarna een chipje erbij, een biertje erbij, een radeltje erbij, denk ik. Lekker relaxend, het weekend in en dan vanavond lekker op tijd slapen. Vanmorgen tot 9 uur uitslapen, 9:30 vertrekken hier. De visie met de fiets, met tas en jas en ook een beetje kleren en nog van alles. Nou, mijn ouders, ik zal even laten zien. Dit is mijn tas. Hier ga ik heel veel in doen. Dit is mijn inspectas, mijn echte inspector. Oh ja, echt inspector. Ga ik met alles in. Deze ga ik gewoon voor peuzelen. En deze ga ik weer opeten. Ik heb gezien dat ik in een vlog voorkom bij Miranda Bos. Dat vind ik heel leuk, vind ik heel gezellig, ook helemaal niet erg. Ik heb er zelf voor gekozen. Zij hebben gewoon doorgefilmd terwijl ik daar de vader zat te pakken en eten zat te pakken. En dan vind ik ook niet erg. Ik was niet zo thuis. Ik heb heel verkouden was, dat is ook niet handig. Maar ik kwam niet uit, gaan we gewoon door. Dat vond ik gewoon nieuwe kansen. Zo simpel is het. Even kijken. Deze heb ik zelf gehaald. Bij de Jumbo in Wageningen. Een echt lekker toetje. Niet van Hertog, maar van Jumbo, eigen merk. Waarom ook niet, hè? Dus ik ga even het lekker maken hier. Heerlijk. Zo is het wel lekker. Mijn bek, zijn mond gaat ook stukken beter. Ik moet ijs voorstellen. Er is dan meer vla. Ik heb leuk. Ik heb veel plezier gehad. Dus aan het houden. Huisgenoten en ik. Hij heeft de fiets schoongemaakt en schoongespoten en ik heb toen met de waterverstand gekloot en zo was dat leuk. We hebben vanavond al naar tv gekeken. Dat was ook wel leuk. En we hebben prima zaterdagje gehad. Is toch bezogen, is opgeruimd, is kleren meegegeven aan mijn vader. Ik ben nu met de fiets mee. Hij kan met de fiets in de wagen, ik doe vanaf Randwijk. We zitten een half uur over, ik doe een half uur over. Hij doet vanaf Randwijk naar Wageningen een kwartiertje over. Hoe het kan weet ik niet, maar hij zegt dat. Nou, dat is happy. Ik ben vlaai, joh. Zo kan ook in de was.
Ja, jongens, het is allemaal wat. Een weekend. Ik ben in stand geweest. De meid zou ik van mijn boodschap beneden. Hier is van weekend. Dus mensen naar vijf weken zeiden: yo, ik wil het van hetzelfde. Helemaal vergeten te zeggen. En voor de rest heb ik zo'n dagje gehad, zo'n week gehad. Lekker weekend nu. We gaan naar de airport Eindhoven om mijn moeder op te halen. Dus het is zo te noemen, kom ik niet met je joker. Ik denk jongens dat ik in april toe moet, want kijk eens. En mijn rood hier, mijn neus glimt. En voor de rest. Ik vond ik gewoon weer lekker werken. Ik heb gezien op Facebook en Instagram dat heel veel mensen vakantie hebben. Ik wil je hierbij een hele fijne vakantie wensen. Doe rustig aan en kalm aan. Veel plezier met vakantiedingen of vakantiewerken of wat je ook gaat doen. Er komt vanavond geen beatbox meer aan. Want geen zin meer in. Ik heb al twee filmpjes gemaakt, dus dat is goed zo. Ik kan natuurlijk ook Ali B en Niels beginnen van Duivel Beatbox Remix maken. Ga ik even doen vanavond. Hey, wat zou je vinden? Zou je het leuk vinden? Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En begin je te abonneren op het kanaal. Top. Zo meteen Mr. Mol kijken. Ja, dan ga ik doen. Ik ga zo meteen Glimmen van de Duivel remix in Beatbox maken. Nou, hierbij een hele fijne avond. Ik hoop morgen voor jullie weer een VIP film te maken overdag. Dus ik upload elke dag als ik tijd heb en zin heb. Ik doe echt mijn best om jullie filmpjes te maken, video's en vlogs en alles. Maar ik ben gewoon te druk gewoon. Dus ik moet al meer rust pakken en meer aan mezelf denken. Hele fijne avond. Tot zo bij het laatste YouTube-film van vandaag. Ciao.